Roots. Heel succesvol met Verdet. En je hebt net een overeenkomst getekend met het Stichting Nederlands Olympiadepaard. Ben je blij mee? Ja, hartstikke. Het is een onwijze eer om deel uit te maken van dit team. Want ja, was de kans groot dat Verdet verkocht zou worden? Nou, Verdet is voor mij wel een paard met een hele grote waarde. Ik heb natuurlijk heel veel met hem bereikt. Er zijn wel mensen geweest, er is wel vraag naar geweest. Zeker nu hij het zo goed doet. Maar op dit moment was dat nog geen issue eigenlijk. En dat issue is nu voorbij, want ja, hij wordt niet meer verkocht. Nee, dat sowieso niet meer. Dat is ook wel een prettig idee, dat je daar zo zekerheid van hebt. Vallen de laatste twee lettertjes achter Verdet PB, vallen die nu weg? En komen daar de lettertjes NOP voor in de plek? Of wordt het nu PB NOP? Ja, dat laatste. We laten de letters PB, dat zijn de initialen van de fokker. Ja. En de fokker is vorig jaar vlak voor Londen plotseling gestorven. En zij was een onwijs trotse fokker die al haar fokproducten heel goed volgde. Maar met name Verdet. Dus die letters die blijven daar, absoluut. Een mooie tribute naar de fokker. En heel veel succes in je samenwerking met het NOP. Dankjewel.